Zo, echt hè, wat een chaotische ochtend. Ik ben de hele tijd aan het rennen en aan het vliegen. Staan we eindelijk op het veld. En ik zal jullie straks wel laten zien hoe ent het is om daarheen te lopen. Vind ik dit zilveren dopachtig dingetje. Dus ik denk, nou leuk, dan ga ik even op de video zetten. Ligt mijn telefoon nog in de auto. Dus ik heb echt, nou ik denk bijna een kilometer teruggelopen. En nou moet ik weer een kilometer terug naar mijn metaaldetector. Maar dan zijn we er. Kijk, ik weet niet of jullie hem zien, maar daar helemaal in de verte. Daarom. Zit Gijs. Dus zo'n eind moet ik weer teruglopen. Het is echt het hele pad af, langs de rammen. Helemaal de hoek om. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. Nou, terwijl ik de camera aan het halen ben, vindt Gijs een mooi kannetje, een speelgoedkannetje. Oh, leuke vondst, Gijs. Ja. Zien jullie hem zitten? Ik zie hem wel zitten en ik zie 1800 staan. En dat betekent dat het een zilver... Nou ja, die 1800 betekent dat niet, maar dat is een zilver dubbeltje. En zilveren dubbeltjes vind ik zo leuk. Kijk eens eventjes. Good old Willem. 1849. Als ik het zo goed bekijk. Leuk. Kijk, accijnsloodje. Ja, mensen raken soms een beetje in de war. Het verschil tussen een zegelloodje, een accijnsloodje en een lakenloodje. Nou, een accijnsloodje en een zegelloodje lijken heel erg op elkaar. Die zat aan een zak of aan een pak of aan iets wat verkocht werd. En er werd accijns overgeheven en dat was betaald. En daar was dit voor. En een zegelloodje was om te zorgen dat die verzegeld was. Daarom ook een zegelloodje. En een lakenlood zat echt om pakken met kleding of stoffen of lakens. Dus er zit wel degelijk verschil in. Maar dit is echt een zegel- of accijnslootje. Zo, en of die duiten hier verrot uit de grond komen. En hier zie je nog net aan de stad Utrecht staan. Dus dat is dan wel weer leuk. Ik probeerde net jullie kijkers uit te leggen wat het verschil is tussen een zegellood en een lakenlood. En Gijs... Komt die druiloor weer om de hoek. Hij zegt, ik denk dat ik een zegellootje heb. Dus ik zeg, nou, zegellootje is toch niet zo bijzonder. Maar volgens mij is dit een lakenlood. Ik weet het wel zeker. Gijs, maak hem even schoon in de sloot. Kunnen we even kijken of er wat op staat. Ik zie hier een wapen staan, denk ik. Zo, Gijs, wat een ding, hé. Ja. Lekker groot. Ja. Er staat wel een wapen op, maar dat is bijna niet meer te achterhalen. Maar het is wel een vet ding. Kijk, mooi ornamentje. En het leuke dat je vlak bij de sloot bent, is dat je eventjes zo kan doen. Kijk eens wat mooi. Kijk, er zit zelfs nog een gezichtje op. Leuk. Leuk. Kijk, zo'n jagershutje, dat is prachtig om eventjes lekker even te zitten. Dan zit je ook even uit de wind. En dan kan je ook gelijk even de tijd nemen om rustig aan jullie te vragen. Vergeet niet te abonneren. Want op de een of andere gekke manier blijven mijn abonnees onwijs hangen. Zou dat komen omdat alle mensen die echt geïnteresseerd in je zijn, dat die gewoon al kijken? Ja, misschien wel, maar er zijn natuurlijk ook heel veel kijkers die niet geabonneerd zijn. Ja. Het kost niks. Het is helemaal gratis. En je krijgt toch een kans op een cadeaubon ook. Leuke manier om te starten met de hobby, zou ik zeggen. Dus, vergeet niet te abonneren. Nou, ik heb geen pinpointer meer nodig, hè? Nee. Ik zie hem zo wel leggen. Zo, wel een vet gewicht, hè? Ja. Stempels erin? Ja, dat weet ik niet. Moet je hem even langs je broek halen? Ja, dan straks een gaten in mijn broek. Hou toch op.
Ja, dat is... We kijken wat een blok, man. Nou, ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Het is een blok. Gewichtige zaak, zeggen ze dan. Ja, kijk, hier een stempel. Eentje, ze is sowieso al. Ja. Zo, die trekt Gijs er weer even uit. Jij gaat echt een stuk beter als mij vandaag, Gijs. Ja, gelukkig met de domme, hè. Jeetje mina, het lijkt wel een soort, iets van een Russisch, het oogt heel Russisch, laat ik het zo zeggen. Ik heb er natuurlijk helemaal geen verstand van. Als jullie weten wat dit is, dan horen we het heel graag. Want het oogt iets Russisch en het lijkt, ja, ik twijfel of het zilver is. Ik twijfel. Daar twijfel ik aan, maar hij oogt, leuk. Leuk, Gijs, echt leuk. Het zijn vandaag niet onwijs veel vondsten die we doen. Maar de vondsten die we doen, die zijn dan wel leuk. Of die zien er dan wel weer leuk uit. Dit is een lepeltje. Kom kijken, dat zie je zo. Dat heb je jaren zo daarin verzameld. Dat is wel leuk, toch? Het lijkt wel de voorkant van een strijkbout. Netjes gevormd. En hier om hem te bevestigen. Maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Eigenlijk weet ik helemaal niet wat het is. Kijk die Gijs, joh, die trekt er nog weer even een koolsloffie uit. Het is echt een beetje jouw dag vandaag, hè? Ja. Nou, super. Mag het een keer? Nee, het is je gegund. Nou, dit was hem weer. Lekker gevonden? Ik wel, jij wat minder vandaag. Nee, ik heb ook best wel leuk gevonden. Alleen, ja, niet zoveel als jou. Nee. We kennen niet allemaal Gijs heten. We kennen niet allemaal Gijs heten. Hè? Zou ik niet willen ruilen? Nee. Zeker nu niet. Zeker nu niet. Hey, vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet, ik zeg het gewoon nog een keer, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken.